Een hele goede morgen. Op deze mooie zonnige ochtend. Vandaag is het, even kijken hoor, 10 mei. En ik heb gisteren mijn bestelling binnengekregen voor Stamping Up. Mijn naam is dus Barbara van der Boom. Ik ben onafhankelijk Stamping Up demonstratrice. En ik woon in Lexmond, waar ik een eigen atelier heb. En dat heet Paper Tree. Ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal besteld heb. Wat er in mijn doos zat aan bestellingen van Stamping Up. En het was best veel. Ik bestel tegenwoordig gewoon bijna in mijn hele wensenlijstje in één keer. En ja, dan kan ik er gewoon ook een heel jaar van genieten. En een heel jaar gebruik van maken. En daar kan ik een beetje door vooruit plannen met wat ik eventueel wil in de simpele pyjama zondag en zo. Dus in principe is alles via mij te bestellen. En we gaan gewoon lekker beginnen. Nog een ander dingetje. Mocht je kijken en mocht je denken, goh, wat een leuk filmpje. Geef dan even een duimpje. Kijk je dit op YouTube en ben je nog geen abonnee van mijn kanaal? Doe dat dan, want dan krijg je maar een melding. Elke zondagochtend om 10 uur ga ik live. Op mijn YouTube-kanaal en op de Facebook-pagina Simpele Pyjama Zondag. Genoeg daarmee nu. We gaan nu even mijn beeld delen. Even kijken. Die doen we. En dan doen we die erin. Ik ga heel even. Moet even iets technisch doen. Zo. Dus mocht je kijken, leuk als je een opmerking plaatst. Goedemorgen, Margreet. Dan kunnen we namelijk, ja, daar kan je ook even zien wat ik heb. Ik vind het leuk om te horen of dat je iets heel leuk vindt of iets heel stoms vindt. Dus ik ben benieuwd. We gaan gewoon beginnen. Ik heb allemaal geeltjes erin. Ik heb echt een stapel stempels klaar liggen. Dat is niet normaal. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. We beginnen natuurlijk voorin met de theekopjes. En dit is een Nederlandse set. Dat is de Thee en Troost in het Nederlands. Met teksten als voor de leukste theeleut, zorg goed voor jezelf, bedankt, zien we elkaar gauw, wordt men snel beter, geniet, ik mis je, voor van, zullen we een bakkie doen, goedemorgen Ellen, veel sterkte. Dat zijn de teksten in het Nederlands. Verder heb je de kopjes, daar zitten dies bij, dat zijn deze. En het is een fotopolymer stempelset. Ik heb al gestempeld ermee. Ik deed altijd heel veel op een kaart. En dan in het atelier had ik dat staan. Alleen die zijn eigenlijk allemaal nog vol met heel leuks. Dus ik had nog niet plek om een nieuwe te maken. Dus ik dacht, ik doe een kaart. Dat heb ik van een andere demonstratrice gezien. Die had van die kaarten gewoon in de case. En dan kan je gewoon zien hoe de stempels eruit zien. En wat je er eigenlijk allemaal mee kan. En zoals je ziet heb je hier die theekopje, dan kan dat groen daarin en die bloemetjes die passen dan daar weer op. En dan heb je ook nog een los bloemetje. Dus dat is de eerste. Ik heb de dies niet allemaal uitgestanst nog. Even op zoek naar mijn elastiekje. Dus dat is die. Dan staat de tweede die ik heb gelijk op de volgende pagina. Dat zijn deze. Die heb ik niet, die heb ik al heel veel mee gestempeld, want die zaten in mijn voorselectie. Alleen ja, die, hoe zal ik het zeggen? Ik heb er nu niet mee gestempeld. Ik heb de dies al helemaal nog niet gebruikt eigenlijk. Dus deze moet ik maar gewoon gauw iets mee gaan doen en gaan laten zien wat je ermee kan. Maar deze heb ik dus niet, nog niks voor jullie klaarstaan. Maar deze was er wel eentje die ik gelijk heel leuk vind. Ik vind namelijk gewoon de teksten geweldig van deze. Want je hebt sending en dan kun je een note, birthday wishes, a card to say hello, love and big hugs, comfort and strength, smiles across the miles, and the good luck your way, sunshine to brighten your day. Dus je hebt heel veel keus om gewoon heel veel teksten te versturen. En dat trok me enorm aan in deze stempelset. Gaan we door naar de volgende. Dat is deze. Here's to you. Dat is breaking news. En ja, ik hou gewoon van dit soort stempelsets. Met zo'n simpel tekeningetje. Goed te combineren met van alles. De teksten confetti, cake, balloons, let's party vind ik gewoon echt geweldig. Ook deze heb ik al gestempeld. Als voorbeeld, ik zal hem er even uithalen. Dan is die misschien iets beter te zien. En deze heb ik ingekleurd. Die taart, de glaasjes voor een bruiloft.
Nou, hier kun je echt zo heel veel mee bedenken. Dus dit was gewoon gelijk wel een. Dit was ook gelijk zo'n ding waarvan ik dacht: die is leuk, die wil ik. Ook een fotopolymer. Gaan we door. Dit was er ook een die me gelijk aansprak. Amazing Year. Gewoon geweldig, zo'n pakje hier zo. Vind ik, ja, daar hou ik van. Dat soort stempels met zo'n dingetje. Bosje bloemen. Dit is een gewone. Ik dacht dat ik deze ook gestempeld had. Waar heb ik die dan gelaten? Ik heb hem gestempeld. Nou weet ik niet meer waar ik hem gelaten heb. Oké, komen we op terug. Zit misschien ergens anders in. Geen idee meer. Of had ik deze nou juist nog niet gestempeld? Ik weet het niet meer. Maar ook dit was echt een favoriet. Even kijken waar hij staat. Hij staat hier in de gids. Met zo'n bosje bloemen. En hier staat dat pakje. En de tekst Birthday Wishes. Dat doe ik gewoon ook helemaal leuk. Dat is die. Dan gaan we weer door naar de volgende. Is ook een Hollandse set. Als het goed is. De tuinfluiters. Deze. Die is met pons. Als bundel is het altijd voordeliger. Hè? Voor degene die dat nu nog niet weten. Als bundel is die voordeliger. Dit is de pons. Als je hem eruit ponst, krijg je het bekkie. De vogel. Twee keer een vleugeltje. Nou, de oogjes zitten er als stempels in. En dit is een beetje als je hem stempelt. Dan komt hij er zo uit. Teksten zijn welkom. Tijd voor een feestje. Bedankt voor alles. Wat een schatje. Wat goed nieuws. Chilp, chilp, hoera. Geen zorgen voor morgen. Dus. Hij zit onder de stempels. Nee, dat is. Ik heb altijd een extra blad erin. Dan weet ik waar mijn welke stempels ik allemaal erin moet hebben. Anders ben ik bang dat ik stempels kwijtraak. Ik denk dat ik hem wel ga vinden. Of ik heb hem gewoon niet gestempeld. Ik heb zo verschrikkelijk veel gestempeld gisteren. Dan de volgende. Vlinderliefde. Ook een Hollandse set. Even kijken hoor, waar die staat in de gids. Ik heb niet het papier van deze besteld. Ik heb maar één pak papier eigenlijk besteld. Nou ja, eigenlijk twee hè. De mannenset had ik ook papier. Maar dit is dus de Butterfly Kisses. De vlinderliefde in het Nederlands. Heel veel beterschap. Ik denk aan je lieve groetjes. Je bent een lieverd. Kus. Ook hier zit dice bij. Dat zijn deze. Die heb ik ook nog niet gebruikt. Je kan niet alles in één keer. Ik heb wel gestempeld. En toen kwam ik er later achter dat ik eigenlijk verkeerd gestempeld had. Ik had ze natuurlijk zo moeten stempelen. Maar goed, zo kan het ook. Denk ik. En hier staan de teksten. Ja, de T-stempel vind ik ook wel verrassend. Die moet je in de gaten. Wij krijgen natuurlijk de nieuwe vijf keer anders is met de T-set. Dus, maar goed, je kan hier dus de lijfjes uitstansen. Je hebt de dies voor de vleugels. Verschillende. Twee complete vlinders. Een aantal bloemetjes in allerlei kleuren. Dus ik denk dat die wel heel leuk is. Maar ik heb echt nog geen tijd gehad om die uit te stansen. En ik dacht, ik wil er nou wel wat mee gaan doen. Dus dat is de vlinderliefde. Dan zit hier gelijk de volgende. Ook hier heb ik nog niks mee gedaan. Want dit kost heel veel tijd om deze te doen, denk ik. Want dan moet ik wel even uitzoeken waar wat zit. Dit is een fotopolymer ook. Met dies. En dit zijn allemaal teksten. En bij al die teksten heb je een aparte die. En waarom heb ik deze nou besteld? Niet zozeer, ik vind de teksten heel leuk. Maar ik viel voor het kaarsje hier zo. Kijk, hier zit dat kaarsje in. Ik zal hem straks kan je nog meer zien. Die vond ik zo geweldig. En die stond dus op mijn lijstje van wel niet, wel niet. En toen dacht ik van de week, ik doe hem gewoon. En dit is dus dat kaarsje. Hier zit hij in de dies. Daar heb je geen stempel van, maar wel dies. Het zijn twee soorten.
Dit is de onderkant, dan dit de bovenkant. Dit is dan nog het licht. Dit kan je dan weer als een soort spring gebruiken. Hier dat kaarslicht dingetje. Ja, dus in dat kaarsje los. Ja, helemaal leuk vond ik dit. En dan ja, als bijkomend voordeel hoef je niet meer te knippen, maar kun je al die teksten gewoon uitstansen. Dus dat is deze. Daar ga ik echt nog wel mee spelen vandaag of morgen of van de week. Maar hier moet ik wel even wat, ja, daar moest ik even tijd voor nemen. Dan de volgende. Oh, het is echt zoveel. Ik heb zo'n stapel besteld. Ja, de piggies en de peekaboo. Dit is natuurlijk geen nieuwe. De peekaboo farm. Dat is er natuurlijk eentje die er al in zat. Maar ja, die had ik vorig jaar niet besteld. Terwijl die wel op mijn lijstje stond. En toen ging die door dit jaar. Dus toen dacht ik, ik ga hem toch bestellen. En het is natuurlijk leuk, want je kan hier zo die diertjes kunnen op dat muurtje. Maar ik vind dat muurtje gewoon sowieso wel leuk. Daar kan je dan ook weer andere dingen op zetten. Het varkentje bijvoorbeeld. Dus deze heb ik besteld. En natuurlijk, en daar ging het om, het varkentje. En waar viel ik nou, waar werd ik nou verliefd op? Ik werd enorm verliefd op die. Die vind ik zo leuk. Dat is cool. Ik heb er natuurlijk een aantal die... mijn oudste dochter wordt natuurlijk 16 dit jaar. Die krijgt natuurlijk een scooter. Dus ja, het was gewoon, die moest er gewoon bij. En dan is dit een beetje het idee. Ik heb de varkentjes op met drie kleuren ingekleurd. Flirty Flamingo, Petal Pink en Polished Pink. Dus ik dacht, dan kan je een beetje zien wat de kleur doet. De rest heb ik gewoon kaal gelaten, omdat ik dan denk, ja, weet je, dat kunnen we altijd nog inkleuren. Dus ja, ik vind die met die scooter gewoon echt geweldig. En dit is dus een klingset. Rood rubber. Zijn we het al zat, jongens? Ja, deze is natuurlijk ook geweldig. Dus ik vind hem heel leuk. Dat zijn deze. Deze heb ik, moet ik heel eerlijk toegeven, gestempeld met de Stemparatus. Omdat ik dan echt dat gevoel krijg dat je hem heel dik en heel zwart, want dat hoort hij te zijn, of heel erg gekleurd erop krijgt. Ja, ik hou van dit soort teksten. En ik vond dit vooral gewoon een heel leuke. En hier zo dat hooray zo helemaal langs geknipt. Vond ik leuk. Dus ja. Ik denk dat ik daar wel heel veel aan ga hebben. Dan de volgende. Dat is deze. Daar komt die bosbloemen weer terug. Speedy Recovery. Zie je, die heb ik hier wel liggen gekleurd en al. Het is een hele mooie. Het is een, ook een klingset. Maar het is echt heel mooi. Want hij kleurt zichzelf. Maar hij geeft wel een andere kleur dan de... Ja, kijk. Dit zit er gewoon in. Zie je? Dus ik vind dat wel heel leuk. Net als die lijntjes hier, die dan toch wit blijven. Ja, en deze vond ik gewoon leuk, omdat ik eigenlijk niet zo heel veel heb om iemand een beterschap te wensen meer. Dus ik dacht, nou, dan deze. Goedemorgen, Ellen. Hier is de mannenset, Here's All That. En die heb ik wel al gestempeld. Daar heb ik al mee gespeeld. Dit zijn de dies die erbij horen. Ook dit is een klinkcel set. Ja, smaken verschillen zeker, Ellen. Gelukkig maar, toch? Deze heb ik wel op mijn plankje gezet. Dus deze is gewoon in de winkel te bezichtigen. Of in het atelier, hè, moet ik zeggen. Hier staan de stempels los. Dit is gestempeld in de nieuwe kleur Starry Sky. Weet je, dat blauw-paars vind ik wel heel mooi. En dit zijn de dies die erbij horen. Ik vind de mannenset enorm leuk, want je hebt van alles wat. Je hebt de man in pak, zeg maar. Doe ik maar even grof. De barbecue, en dat kan allebei, hè. Maakt niet uit. De avonturier. Degene die van kamperen houdt. En degene die van auto's houdt. Dus ik vind het echt gewoon... Een hele leuke mannenset. Er zit ook papier bij, maar dat heb ik niet klaargelegd. Enorm
leuk papier. Ik zal heel even het erbij pakken. Het hier liggen. Naar hier. Dus het zijn. Normaal gesproken zijn 12 vellen. Nu zijn 10 vellen en 2 vellen met uitgestanste dies. Dat zijn dus dit soort dingen. Die kun je er gewoon uitstansen. Die zijn al uitgestanst. Dus die kun je er gewoon zo uithalen. En dan gebruiken. Op je dinges. Op je werk. Dus dat is echt wel heel erg grappig. Even kijken. En dan gaan we naar de volgende. Dat is de Texture Chic. Dit is de enige, buiten samen met de mannen, de enige suite die ik in zijn geheel besteld heb. Ook die zit op een plankje inmiddels. Ik ga de hele suite even pakken. Die had ik wel uitgestanst. Dat is deze. Dus wat je krijgt is dat je bij de stempels die hebt en die. En dan samen krijg je die. Datzelfde geldt bij de bloemen. Die en die maakt samen die. Ja, de sterren is, de ijster is gewoon zo, daar heb je er één van. Het blad is die en die, samen krijg je die. Dan heb je hier zo'n veeg, nou daar past het woord thanks prima in, meerdere. Zo'n lijn met stipjes. Teksten zijn love you, thanks, thinking of you, I'm here for you, wishing you the best birthday ever. You are amazing beyond measurement. And you make each season of life even more beautiful. Ik vond het vooral een leuke set. Omdat het eigenlijk een set is die gewoon... het hele seizoen kan. De schelpjes kunnen in de zomer. De bloemen in het voorjaar. En in de zomer kan allebei. De winter, de herfst. Maar ook voorjaar kan. Hè, want ik heb nu een beetje herfstkleurig gepakt. Maar je kan het natuurlijk ook in het voorjaar doen. Teksten zit eigenlijk alles wel een beetje bij. Er zit een verjaardag bij. Er zit een denken aan bij. Een dankjewel. Dus eigenlijk heeft hij alles wel te bieden. De stansen zijn als volgt. Er zit één grote stans bij. Dat is dit. Geweldig als achtergrond. Ik moest hem er wel 2 keer doorheen halen. En het is handig denk ik als je dit doet met van dat tape op de achtergrond gelijk. Want anders dan... Het lijmen was wel een dingetje gisteren. Zeg maar. Het bloemetje. En daar heb je ook nog 2 kleintjes van zo. Zeg maar. Het blad, dat kan zo. Maar er zitten ook nog 2 losse blaadjes zo bij. Het sterretje zit zo. En daar zit nog een derde bij ook. De sneeuwster. Nog een blaadje. De schelpen. Verschillende soorten. Dus je hebt meerdere dingen die je uit kan stansen. Deze is uit te stansen, zeg maar. Het grote, die ook. Die kan je stempelen en die bloem is ook uit te stansen. Zoals deze. En de schelp, de grote schelp is uit te stansen. Dus, goed, deze is dus zo. Ja, het papier is wel wat donker. Het is erg bruin, ook voor mij doen, moet ik heel eerlijk zeggen. Margreet, dat klopt. En dit is dus het papier. Er zit in de suite zit dit papier. Dat heet Texture Chic. Dat is specialty paper. En Distress Cold. Dat is dit. Het is gewoon enkelvoudig. Het is een beetje een... hoe noem je dat? Een gevlekt goud. Het is niet zo dik als kaartkarton. Het is denk ik wel iets dikker dan de standaard DSP. En het verkleurt niet. Dus je kan gewoon echt eroverheen krassen. En dan gebeurt er helemaal niks. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi van papier. Van dit soort papier van Stamping Up. En daarbij zit dan dit designpapier. Dit is wel heel mooi papier, moet ik eerlijk zeggen. Hier ga ik wel een. Hier ga ik papierpakketjes van maken, onder andere. Maar goed, had ik nog geen tijd voor om dat nu te doen. Dit is de voorkant. En dan is hier de achterkant van. Hier een voorkant, zo. Ik leg dit vast aan de kant. En dit is dan daar de achterkant van. Beetje herfst. Dit is een... Nou ja, deze achterkant is natuurlijk een beetje winterachtig met de sneeuwsterren. En een hele chique zwartachtige
voorkant. Het is bijna evening evergreen eigenlijk. Zo donker. Het is niet echt zwart. Dan een roze met wat houtstructuur op de achterkant en bloemen erop. Ja, dit is echt wel heel mooi papier. Deze ook. Met zo'n houtachtige glans. Ook hier zijn wat dingen wel wat donker. Maar het is wel heel chic. En deze met stempels. Dus ook gewoon wel voor het hele jaar, zeg maar, wat te doen. Gaan we die opruimen. Want wat had ik nou nog meer? Dat was deze dus, hè. Dat is deze stempelset met deze dies. En dan hadden we nog, even kijken. Oh ja, hier. Daarom laat ik die zien. Dit is een envelopstans. Een mini-envelopje, dat is deze. En dan maak je dus zo'n envelopje mee. En wat de stansen zijn die je verder erbij hebt. Dat is natuurlijk zo'n... Dit is het strikje. Gewoon zo vouwen naar binnen. En dan deze eromheen doen. Vastplakken. En dan heb je een strikje. Kijken of ik hem een beetje scherper krijg. Dan krijg je dus een strikje zoals deze hier. Een kaartje heb ik gewoon op maat gesneden. Deze. Volgens mij is die 5,5 bij 9. Is dit kaartje. Dan zit er zo'n stans bij om zo'n rondje te maken. Dan heb ik zo'n labeltje als deze. Zit erbij. Een kaartje als dit. En een kaartje als dit. Zo'n mini labeltje. En een blad zit er nog bij. En dan heb ik deze nog. Dit stansje hier zo. Die is heel klein. Daar heb ik dat gaatje mee gemaakt hier zo. Maar je kan er ook een gleufje bij maken. Waar je een beetje lint doorheen zou kunnen doen. Bij wijze van. Dus dat is het envelopje. En die is natuurlijk gewoon, ja, ik vond het gewoon, ik zag hem gelijk al. Want hij staat hier op deze, maar hij staat ook nog op een andere pagina. Pagina 27. Even dit allemaal weer hierin. Hij staat op meerdere pagina's. Hij staat namelijk ook nog op, wat zei ik nou, pagina 27 stond hij nog. Dan staat hij hier met de tulpjes. Deze is dat dan. En hij staat ook nog op deze pagina. En dan staat hij hier. Dus ja, het was wel een van de dingen waarvan ik dacht, die is leuk. Wat hebben we dan nog meer? Kijk wat we hier nou nog hebben zitten. Even zoeken hoor. Oh ja, nou ja, deze wilde ik dus heel graag. Dat was echt nummer 1 op mijn favoriete lijstje. Maar ja, niet leverbaar tot en met 16 mei. Dus daarna is hij wel leverbaar. Dus die komt. Die staat er dan nog wel op. Die komt dan nog. Dan hebben we natuurlijk de crackers. Die heb ik ook. Dat zijn deze. Even kijken waar de die is. Dat is deze die. Die haalt hem in één keer eruit. En dan heb je... hier de rest wat je eruit haalt. De labels. Twee labeltjes. Twee van die dingen. Drie sterretjes en drie hartjes. Haal je eruit. En hij is heel simpel in elkaar. Je kan hem op twee manieren in elkaar zetten. Je kan hem zo vierkant maken. Als deze. En ja, wat zou erin passen? Ik denk zo'n mini Twix. Zo'n dingetje. Zou erin passen, denk ik. Misschien een lading, hoe noem je dat? Jellybeans of zo. Past er denk ik ook in. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik heb al dat snoepwerk op dit moment niet huis. Ja, nou, ik was al een rupsje. Dus is misschien niet handig. dus deze is dus
Ook enorm leuk. Deze heb ik niet geplakt. Deze gewoon los. Deze moest ik wel even vastplakken. Om hem in elkaar te zetten. En dat gaat eigenlijk heel simpel. Hij vormt zichzelf. Je vouwt alles. Deze heb ik ook even gevouwd zo. En dan doe je hem zo. En dan, nou ja, touwtje eromheen. En dan is hij klaar eigenlijk. Alleen als je hem de grote maakt, dan is het wel aan te raden om hem even vast te plakken. Dan blijft hij gewoon iets mooier in elkaar zitten. Dus, ja, deze vind ik wel heel leuk. Deze is iets groter. Ik vind die crackers vind ik wel heel erg leuk. Net als het envelopje trouwens. Dus dat zijn de crackers. Mocht je nou denken, hoe groot zijn die? Dan weet je dat. Hoe groot zijn ze eigenlijk? Zal ik eens kijken. Hoe lang ze zijn in totaal? Ze zijn zo'n 13 en een, zo'n 13 centimeter in de lengte. Om een idee te krijgen. Dus het envelopje hebben we gehad. Wat had ik hier dan nog meer liggen? Ik heb nog meer liggen. Ik heb de dots besteld. Dat zijn deze. Heel even kijken waar die ook alweer zitten in de gids. Want waar heb ik dan het voorbeeld daarvan? Even kijken. Alles voorbereid behalve dit, deze. En die staan dan op pagina 40. Leuke tractatie. Ja, dat klopt. Ja, geweldige tractatie op school, denk ik. En ze gaan uit een A6. Uit een 6x6. Dus 15,2 bij 15,2. Dat vergat ik nog te zeggen. Dan hou je echt nog wel wat over. Want deze heb ik uit een 6x6 gehaald. Dat was deze. En dan hou je zo'n randje over. Dus in papier zijn ze ook best nog zuinig. Uit een groot vel haal je er 4. Pagina 40, dat is deze. Dat is zo'n stipdingetje. En ik heb hem ook gemaakt op een, dat is ook nieuw, masking paper. Dat is dit. Dit is maskeerpapier. Die heb ik gewoon door de stans heen gehaald. Dit kan ik gewoon op papier plakken. En dan kan ik met een kwast natuurlijk gewoon hoe noem je dat? Een achtergrond maken met stipjes. En ik heb deze natuurlijk gewoon zo uitgestanst. En dat kan ik dan weer gebruik maken op een kaart als achtergrond. Misschien dat ik hem nog ga embossen ook. Dat is misschien ook nog wel grappig. Maar dit kan dus gewoon op een kaart gebruikt worden. Ik zou hem eerder op iets zwarts doen, denk ik. Ik denk dat ik dat mooier vind. Maar goed. Dus dit is de Dots en Spots die. Ook dat was er zo eentje waarvan ik dacht, die staat op mijn lijstje. Dat is die. Wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we nog die kon ik ook niet laten liggen. De sequence dies. Maken natuurlijk allemaal, we hebben natuurlijk sequences genoeg. Dus ik heb er echt genoeg eigenlijk wel. En dit zijn, deze maken die sequences zelf. Ik heb een stukje Balmy Blue gepakt. Dat heb ik ingespoten met wat glitterspul. Dus die glinsteren ook. Alcohol en een beetje glitterspul. En dan krijg je dus deze maatjes. Eén grote, één dit maatje. Drie keer deze. 1, 2, 3. Even kijken, 6 keer deze. En even kijken, 2, 4, 6 keer die kleintjes. 6 keer deze. Nou, dan heb je voorlopig echt wel genoeg. Ik denk dat ik die grote niet zo heel gauw ga gebruiken. Maar die kleintjes, ook leuk in dat distress goud om te gebruiken. Je kan al gauw iets doen. En om van je scrap af te komen is het natuurlijk ook ideaal. Want ja, je kan elke kleur maken die je wil in een bakje gooien. En dan heb je alles bij elkaar. Dus dat is dit. Heb ik nou alles gehad? Nee, ik heb nog lang niet alles. Ik heb nog niet alles gehad. Ik ga deze even teruggooien in het zakje. Ik heb nog geen bakje hiervoor. Even regelen. Dus dat is die. Dan hebben we natuurlijk nog de hoster set. Die staan altijd helemaal achteraan in de gids, hè.
Even kijken waar die ook alweer staat. Hier staat die. Mocht je bestellen vanaf 200 euro, dan mag je deze bestellen en dan kost die 16 euro. En ja, deze was natuurlijk gewoon helemaal leuk. Met die kat. Leuke teksten. En ik heb ze gestempeld gewoon in donkerblauw. Heb ik deze gestempeld. Omdat ik dacht, ik wil even weten hoe dat overkomt. Dan blijft de kat natuurlijk gewoon gekleurd. Dus je kan gewoon elke kleur pakken die je wil. Je kan natuurlijk ook met een, noem je dat? Met een marker aan de beurt. En ook hier heb je kleurverschil in de stempels. Dus de Sit, Stay, Relax stempelset. Wat had ik nou nog meer? Oh ja, ik had natuurlijk, ik had dat lint al van deze serie. Even kijken hoor. Ik zal even het Orchid Oasis pakken. Dat is dit van het nieuwe, van de nieuwe Incolors. Dat is glimmend. En erg fijn. Het rafelt niet. Het strikt lekker. Het blijft zitten, je strik. Dus dat is erg mooi lint. Dat heb je ook in alle 50 kleuren. En ik heb nu ook het touw in alle 50 kleuren. Ik vind het toch wel leuk om hier en daar altijd even iets van een touwtje omheen om te doen. Nee, noem maar. Dus die heb ik besteld. Dit is dat masking paper waar ik het over had. Er zitten hier 12 velletjes in. De uitleg staat op bladzijde. Dan heb ik die waarschijnlijk niet apart gezet. Even kijken hiervoor, denk ik. Waar staat die ook alweer? Oh, 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 oh. Hier, pagina 149. Onderaan staat het masking paper. 12 velletjes. En ik zeg niet dat ik dat altijd ga gebruiken, want soms is gewoon een. En noem je dat? Een stukje je post-it net zo handig. Maar voor zo'n groot vel zoals ik net had, van die dots, dat is wel enorm praktisch. Dus dat is dat. Dan had ik nog. Die hoort bij de thee en troost, hè? Zat die? Bij deze. Nee, helemaal in het begin is dat. Deze. Dat zijn die standaardkaarten en. Heet dat ook alweer? Tea bouquet cards en envelopes. Ik vond vooral de kaarten erg leuk. Ik ben normaal gesproken niet zo van het kant-en-klaren. Maar deze, ja, weet je, een stukje vellum eroverheen, desnoods. En dan kun je ze eigenlijk voor alles gebruiken. Voor elke stempelset gebruiken die je hebt. Dat er dan bloemetjes op je envelop zitten, dat is dan, nemen we voor lief, toch? Maar ik vond kaarten erg leuk. Dus. Ik denk dat gaan we gewoon maar doen. Daar kunnen we wel weer iets mee. Dan hadden we nog de Peekaboo Treat Bags. Die zijn niet zo heel groot. Die had ik groter verwacht. Soms heb je dat, hè? Die had ik iets groter verwacht. Deze zijn dat. Er zit een afscheurrandje op. Dat heb je niet echt nodig, want je klikt ze dicht met zo'n dingetje. Even kijken of ik hem open krijg weer. Ja. Er zitten witte en deze in. Ze zijn food safe. Dus er kan ook eten in. Ik heb ze in de gids al zien staan met nootjes en zo. Ja. Leuk. Gewoon grappig. Kleinigheidje. Ik zou het ook bijvoorbeeld kunnen doen met wat dice erin of zo. Weet je. Wat uitgestanste dingen dan opsturen. En dus in het craftpapier en in het wit zijn ze daar. Dan zijn we er bijna doorheen, volgens mij. Ik kijk nog even om me heen of ik echt niks vergeet. Dan doe dit één keer, hè. Even kijken. En dan heb ik nog de, hoe heet dit? De Artistic Mixed Decorative Masks, is dit. Nou, er zitten er al twee, die blijven hierin. Dat zijn deze twee. Hiermee kun je natuurlijk gewoon heel mooie soorten. Ja, die nieuwe inkollers zijn prachtig. En. Nou ja, een achtergrond maken om je tekst op te zetten.
Ik zal even kijken of ik ergens een voorbeeld in de gids heb van deze dingen. Ook die heb ik natuurlijk weer niet even klaargelegd. Die niet. Kijken waar ze zitten ook alweer in de gids. Waarschijnlijk ben ik... Oh, hier. Pagina 71. Hier hebben ze gebruik gemaakt van het ruitje, onder andere, bij deze. Heel licht op de achtergrond. Dus je hebt deze, nou, daar kun je natuurlijk gewoon een stuk tekst op maken. Die, zo'n raster als achtergrond. Dit zijn bloemetjes als achtergrond. Dit lijkt wel op iets wat we al gehad hebben. En dan de ruitjes. Dit zijn de dubbele ruitjes. En de enkele ruitjes. En volgens mij past het ook nog over elkaar heen. Een soort van. Ja, het zou ook nog kunnen, denk ik. Dat je ze helemaal samen kan doen. Dus dan doe je eerst de grote en dan de kleine. Of omgekeerd. Kan allebei. Dus dat is ook nog iets om mee te spelen. En deze kun je natuurlijk met een stukje dubbelzijdig tape of masking tape ergens op plakken. En dan eromheen. Dan wordt de rest gekleurd, alleen het binnenkantje niet. Nou, dat is het wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik doe natuurlijk nooit zomaar uit, eigenlijk bijna nooit uitpakken. Meestal doe ik er wat mee. Mocht je nou denken, goh, wat leuk, ik wil wel zo'n gids hebben. Hieronder, als je op YouTube kijkt, staat hieronder mijn mailadres. Kan je naartoe mailen. Kijk je op Facebook, dan kun je me een chatbericht sturen. Ik stuur hem gewoon kosteloos op. Welgesteld dat je dan geen demonstratrice bent. En hem niet al van een... nieuwe demonstratrice krijgt, dat ze dan ook van je eigen demonstratrice krijgt. Want ik bedoel, ze kost geld. En zonde als je hem dan al krijgt en hem bij mij nog een keer bestelt. Verder is het handig om te weten, als je de gids doorbladert, dat je, even kijken hoor, vanaf pagina, wat is het ook alweer? Ja, 122 beginnen de kleuren, hebben we kleurcollecties. We hebben er in totaal vier vaste en één die altijd wisselt. Deze kleuren blijven altijd 2 jaar. Deze nu nog 1 jaar, die weer 2 jaar. Dit zijn de nieuwe inkollers. Hier vind je alles los, hoe je elke kleur los moet bestellen, alle nummers. En als je dan 2 bladzijden verder gaat, dan vind je het assortiment en bundels. Hier vind je ook cardstock. In alle kleuren. Dus dan heb je van. Als je kiest voor bijvoorbeeld bright. Van 20 stuks. 2 van elke kleur. En zo ga je door. Je hebt hier ook de bundels voor de inkt. En de. Navullingen. En de markers. Kun je hier ook bestellen. Datzelfde heb je ook van de inkcolors. Alleen heb je er dan geen 10. Maar dan heb je. En dan wel 20 vellen, maar dan heb je 4 van elke kleur. Dus als je denkt, ik ga niet alles in 1 keer bestellen. Prima, als je denkt, ik bestel het in 1 keer, want dan heb ik korting op de inkpads. Kan dat ook. Dan heb je vanaf, even kijken waar ze zitten. Hier is volgens mij de bundels. Dan heb je bundels met een punch. Ook dan heb je, als je stempel zet, plus... punch koopt. 10% korting. Dat is altijd handig om te weten. Zonder als je dat apart gaat bestellen. En het dan misloopt daardoor. Datzelfde heb je ook met dies. Ze hebben dit jaar zelfs gewoon een combi van een die machine. Met een stempelset. Die staan op pagina 158. En dan de bundels met de... dice staan op pagina 160 begint dat. En dan zal ik nog even laten zien. Hier zijn die kaarsjes van die Charming Sentiment bundel. Dit zijn 2 kaarsjes op elkaar. Maar hij is toch geweldig. Ik vind hem zo leuk. Ja. Ik hoop dat ik daar mee kan spelen vandaag.
Voor de rest staan hier dus alle andere bundels en de losse dies vind je daar dan weer achter. Dus dat is eigenlijk de gids, de belangrijkste dingen uit de catalogus. Ik ga alle briefjes er nu uithalen, want ik ben klaar met alle briefjes. We moeten inderdaad weer sparen. Ja, ik bestel tegenwoordig het zoveel mogelijk in één keer en dan alles wat ik wil. Dan heb ik er een jaar lang profijt van. En nou ja, dan zien we straks alweer hoe we dat doen met de mini. Er komt natuurlijk ook weer een mini-catalogus aan. Denk je nou, goh leuk, ik wil wel wat bestellen. Dat kan. Als je voor 17 juni bestelt, dan krijg je bij je bestelling de dots van de inkollers. Ik heb natuurlijk niks meer. Dat bereid ik dan weer niet voor. Heel veel voorbereid dat niet. De dotjes, dat zijn van die plakstipjes. Deze krijg je dan van mijn cadeau. Die zijn €9,75 bij een bestelling vanaf €60. De link voor mijn shop vind je hieronder. En je kan ook instappen en dan is we hebben helemaal een leuk pakket. Dan krijg je heel veel extra's. Neem dan even contact met me op, dat is misschien het handigst. Ik voeg je graag toe aan mijn team. Voor nu denk ik dat het genoeg is. Ik heb genoeg gepraat. Ik ga gewoon lekker aan de slag met allemaal nieuwe spullen. Ik ga het eerst even allemaal opruimen en inruimen. En ik zie jullie graag volgende keer weer terug. Zondag is er weer een nieuwe... Zondag is er weer een nieuwe Simpele Pyjama Zondag live. Dan zit ik niet op Facebook hier, maar op de groep Simpele Pyjama Zondag en op YouTube. En ik hoop jullie dan ook te zien. De poll komt er vandaag aan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.